Hallo iedereen, welkom in Peters Keukentje. Ik ga vandaag weer een sambal maken. Een sambal van gember. Sambal jahe. En die kun je maken op twee manieren. En ik laat ze natuurlijk allebei zien. Omdat het ja, toevallig ook in één keer kan. Het liefst natuurlijk alles fijn maken in een vijzel. Maar ik heb zelfs geen grote vijzel, dus ik doe het gewoon in staafmixer. Ik heb 50 gram gember. In blokjes gesneden. En ik heb ja, vier tandjes knoflook. Heb ik vijf rode pepers met zaadjes. En ik heb een grote ui. Ik kan natuurlijk ook een paar sjalotjes pakken. Die ik een beetje nog het heel laat. Nou goed, dat ga ik dan eerst fijn maken. Als je dat fijn hebt gemaakt, dan doe je het in de zonnebloemolie aanfruiten. Dus het mooiste is als je het echt in een vijzel doet. Omdat die gember natuurlijk die wil zo fijn mogelijk doen. Maar goed, dat doe ik even aanfruiten. En dan komt er nog wat zout bij. Gewoon naar smaak. Een half theelepeltje of zo. Maak dit even een paar minuten pruttelen. En ik kan nog iets meer zonnebloemolie bij. Als je dit dan 5 minuten laat pruttelen ongeveer, of 10 minuten, of hoe lang ik zelf wil, dan is dit in principe klaar. Maar dit kan ook op een andere manier. En dan komt er nog wat bij. Dus dit is de eenvoudige manier. Ik schrijf dat ook allemaal precies op. Hoe en wat. Maar je kan het ook maken met een stukje trassie erbij. Er komt er een blokje trassie bij. Hier nemen. Dus vanaf die trash is het optioneel. Dan doe ik een halve schijf suiker bij, van die palmsuiker. Dat zijn die schijfjes. Die zitten in een pak. Dus het is ongeveer 25 gram. Als ik me niet vergis. Maak dan eerst het fruit ook even verder aan en ik maak het even kapot. Dus. Dat laat ik dan even. Een paar minuten pruttelen. Ik denk een minuut of 10 of zo, ik moet even kijken dat alles goed vermengd is. En dan doe ik erbij het sap van een halve limoen. Dat doen we nou bij, maar dat kan natuurlijk ook wat later. Sap van een halve limoen, suiker en trassie. Is die weer net even iets anders. Goed, dit is dan mijn sambal gember. Op twee manieren gemaakt. Op een hele eenvoudige manier. En op een iets luxere manier. Bedankt voor het kijken. Eet smakelijk en tot de volgende keer.